mijn fles valt er toch uit. Ah, niet goed vastgezet, denk ik. Nou, hou hem zo vast. Nou, we zijn begonnen aan de wandeling van het nieuwe gedeelte van het Rob Noordboshoop. Het nieuwe gedeelte. Ja, ik verspreek me net zoals die inclusievlogger, Jan Willem Schut. Dat is altijd wel leuk, hè, als je zich verspreekt. Maar dit is, ja, het is wel een oude gedeelte natuurlijk, maar het is voor mij nieuw. Dus we gaan even kijken. Ik neem jullie vandaag mee in de vlog, zoals hij dat altijd zegt. Ja, vind ik altijd mooi hoor. Goeie aanrader, politievlogger Jan Willem. Die vlogt over zijn werk als politieman. En wat er allemaal bij komt kijken, hè? Allemaal. Het is heel interessant om dat eens te doen. En om te kijken, bedoel ik. Weer een verspreking. Nou, het is wel erg warm. Het was 31,5 graden. Ik werd het op een gegeven moment 32 graden. En nu is het 31 graden. Maar er staat wel een wind. Dus dat valt op zich wel mee. Maar om het te gaan lopen, hardlopen bedoel ik. Nou, zou ik niet doen hoor. Tenminste, je moet het zelf weten. Maar meten is weten, zeggen ze altijd. Maar aangezien ik van mezelf weet dat ik van jongs af aan al niet tegen de warmte kan en kon, dan weet ik in ieder geval waar mijn grenzen liggen. En ja, we gaan kijken waar we uitkomen. Het lijkt mij dat we hier lekker kunnen wandelen. De watermeester, zoals je ziet hier. Dus ik ben wel voorzien. Ik heb nog even gewerkt. Ik heb even de fles bijgevuld op mijn werk. Dus heb ik in ieder geval vocht bij me. Dan hoef ik niet om te komen van de vocht. Hè? Nou, wat zal het wezen? Hoe lang zal ik erover doen? Ik schat ongeveer 3 kwartier, misschien een uur. Ik zal het zien. Dit is weer zo'n hoge kwelder. Volgens mij komt die ook uit in het andere gedeelte van het Rob Noordbos. Ja, volgens mij wel wat ik dat ik laatst uitgezocht. Dus ja, het is weer iets anders dan alleen maar hetzelfde lopen. Er is ook een soort verkenningstocht. Misschien in de toekomst nog even een paar hardlopen rondjes hier nog lopen. Zolang het nog kan, want ja. Zoals ik al eerder gemeld heb in vlogs en audio reportages. Ik ga dus verhuizen. Het is onomkeerbaar. Dus ik ga verhuizen vanwege mijn werk. Mijn werk gaat verhuizen naar Os, naar Brabant. En de hele tent gaat dus sluiten. Dus zolang als die tent nog open is en ik nog een permanent woon, kan ik hier nog rennen. Dus ja. Ik ben ook van plan om dit weekend, als het doorgaat tenminste, als ik niet iets tussenkomt of zo, om naar Flevoland toe te gaan. Even daar te kijken. Oostvaardersplassen. Ik heb ook mijn oog op het Erkenmederbos gelegd. Het is allemaal binnen een uur rijden van Purmerend. En dat is misschien iets meer een uur rijden vanaf Brabant, Os en omstreken. Dus ja, nou, we zullen het zien waar we uitkomen. Het is allemaal abracadabra. Ik weet nog wel de eerste keer dat ik het Rob Noordbos ronde liep. Daarvoor heb ik jarenlang niet meer ben ik daar geweest. Ooit ben ik daar geweest met mijn vader en mijn moeder. In de jaren 80, meen ik me te herinneren. Sowieso in het jaar waarin Evert van Bentum de Elfstedentocht won voor de eerste keer, 1985, dat weet ik nog heel goed. Toen was het heel erg koud, maar toen gingen we wel wandelen. Was het mooi weer. En voor de rest ben ik eigenlijk alleen aan de kust geweest. Vroeger als kleine jongen. En gingen we wel eens naar de Veluwe toe om daar te wandelen. Ja, Elspeet en zo, Vierhouten. Daar in die buurt.
Nou, nou wandelroutes genoeg in Nederland. Dus ja, we zullen zien. En de komende dagen wordt het ook erg warm. Dus als ik naar, stel dat ik naar Flevoland toe ga. Nou, dan moet ik toch goed oppassen dat ik veel vocht meeneem. Dat is wel belangrijk. Want anders zit je, dan moet je toch weer een horeca gelegenheid zoeken in de buurt. Waar je wat water kan kopen of iets fris. Nou, in Petten weet ik dat. Hier weet ik dat wat minder. Eigenlijk niet. En in Bergen weet ik dat het sinds kort dat de schaapskooi ook, dat je daar ook water kan drinken. Dat heeft u in de vorige vlog kunnen zien, dat ik het water toen niet mee had. Maar toen was het toch wel iets koeler dan nu. Een graadje of 18, 19 was afgelopen zondag. Maar het is gewoon belangrijk met dit zomerweer dat je gewoon water bij je hebt. Ook met werk, ook water drinken. Want je hebt ja, kans op oververhitting. Het is wel één voordeel met die hitte. Het virus, wat al sinds maart of sinds begin dit jaar actief is in Nederland, dat wordt behoorlijk onderdrukt. Vanaf 27 graden geloof ik, wat ik ooit eens gelezen heb. Dus je hebt kans dat er wat minder besmettingen zijn doordat de hitte toeslaat. Dus dat is dan weer een voordeel. Vind ik dan toch altijd maar weer. Ja, oh, koudje. Even uitkijken waar we nu terechtkomen. We hebben al een stukje gelopen. Dacht ik zo. Kijken waar dit uitkomt. Spannend. Ja, daar verderop heb je de Texaco langs de A7. Nou, waar gaat dit bospad naartoe? Zie ik toch even de telefoon de rand moet nemen. Ik deze even in mijn borstzak toe, als dat kan tenminste. Ja, dat kan zowaar. Ja, dat is ook een geluk die hebben. Even kijken, telefoon. 10 minuutjes gelopen, bijna 11 minuten. En dan even kijken op Google Maps. Ja, dit loopt nog een eind door. En dan weet ik in ieder geval dat ik dan ja, ik kan doorlopen. Dan kan ik de weg op. Ik denk dat ik dat maar even doe. Dan gaan we er zo helemaal hier naartoe lopen. Het is wel een stukje doorlopen, maar we gaan het gewoon eens even doen. Huppakee. Ja,
ben ik zo weer terug binnen een half uur bij mijn auto, denk ik. Toch even wat verder wandelen. Even kijken wat de mogelijkheden zijn qua hardlopen ook. Hij is eruit gekeken naar een bankje, maar daar ben ik nog niet aan toe hoor. Zwart blauwe hemel. Moker warm, moker heet. Ja. Godverdomme zeg. Ja, in de schaduw is het wel lekker. Zo, nou, dan buigt het af naar rechts, lijkt het. Even kijken, het lijkt ook dat je daar ook in kan. We hebben zelf een paadje gemaakt. Ja, je kan daar wel lopen, maar dit is de officiële pad hier. Dus dat gaan we maar even volgen. Ja. Het is een ander deel van het bos wat is aangelegd hier ook, denk ik, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Deze polder is in 1930 definitief drooggelegd. De Wieringermeerpolder is volgens door de Duitse bezetter onder water gezet in 1945. Ja. Dan hebben ze dat hele bos hier onder water gezet. Voor een groot deel. Het stond allemaal blanke hier ook, waarschijnlijk. En hoe doe je dat? Door een gaten in de dijk te maken daar verderop bij het IJsselmeer. Ja. Even kijken waar we nu naartoe gaan. Voorlopig loopt het nog wel even door. Even kijken hoor, de computer opnieuw. Ja, de telefoon is min of meer een soort computer. Op een gegeven moment baagt het af naar links, kun je zien, en dan weer naar rechts en dan vervolgens weer naar links en een flauwe bocht naar rechts en dan zitten we als het goed is op de Den Oeverse weg. En dan gaan we helemaal naar de Hippolytus Hoeverweg. En daar staat mijn auto. Langs de kant natuurlijk. Ja, je kan niet fietsen, lopen, hardlopen,
wielrennen en een mountainbiken, denk ik. Helemaal anders zou dat hier ook doen. Ja. Zie eens wat anders. Bijna 17 minuten of zo per kilometer. Ja, dat is niet zo erg snel. Maar wat wil je ook? Ik heb een dag lang hard gewerkt. Een week lang eigenlijk hard gewerkt. Dus ik wil gewoon rustig wandelen. Als ik zo 4 km per uur loop, nou, dan zit ik denk ik nu ongeveer, nou nog niet op de helft hoor. Ik denk op een derde. Dus dan zal het ongeveer 12 km wezen. Wow. Dat is een beste ronde hoor. Denk ik. Dat is een best rondje. Even kijken hoe we gaan. Dan moeten we die kant op, denk ik. Blijf het even volgen. Anders lopen we te ver weg, denk ik. Dit gaat goed. Door de bos heen lopen. Dan zit je vlakbij de Denoverse weg. Dat heb ik nog een best rondje al gehad, geloof ik. Ik zit nu al op iets meer dan 1 kilometer. Ja, ik denk dat het geen 12 kilometer is, maar misschien. Nou, wat zal het zijn? 11 denk ik ook nog niet eens. 5,5 kilometer. Maar goed, ik liep ook eigenlijk zomaar wat, hè. Ja. Twintig minuten. Nou, ik denk dat je erbij de Denoverse weg bent. Je loopt dan terug. Je hebt al een dikke 50 minuten alweer gelopen hoor. Ja, dat kun je zo zien. Even goed opletten. Nou, we zijn er nog niet. Hier kun je ook langs lopen. Ja, daar niet. Daar dus. Daar niet. Als het goed is, moet je hier zo vlakbij 60 km per uur weg zitten. Maar we zullen zien. Ja, dat is deze weg hier. Een Oeverse weg. Nou,
loopt zo door. Nou, dat is het ongeveer 3 kilometer. Maar... en nog een 40 minuten lopen. 45 minuten. 3 kwartier. Stop bij zwart. Ja. Maar ik kan dus verder lopen, blijkbaar. De volgende keer maar eens een keer proberen. Als we meer tijd hebben en ook niet zo moe zijn. Want daar aan het einde ga je dan naar links toe. Als je dan een stukje verder loopt, daar heb ik de auto dan weer in zicht. Maar voordat ik daar ben, ben ik ongeveer 20 minuten verder. Maar goed, moeten we maar zoals ik eerder zei even uitzoeken. Ik heb over een paar weken heb ik 3 weken vrij. Als het een beetje mooi weer is, september, kan ik hier weer naartoe gaan. Den Oeverse weg en dan heb je de Hippolytus Hoeverweg. En daar staat mijn auto. Ik ben er gewoon zonder navigatie te gebruiken ben ik er naartoe gereden. Dat is wel bijzonder eigenlijk. Ik heb wel af en toe even heel snel op de kaart gekeken. Op de digitale kaart die aanstond in de auto. Of ik wel goed reed. Nou, dat ging dus goed. Ja, wandelen is zo lekker, net zoals hardlopen. Alleen wandelen kun je ook als het wat warmer is gaan doen. Alleen dan moet je toch wel een beetje ook oppassen hoor. Niet te lange routes wandelen. Een beetje in de schaduw. Je drinken meenemen, net zoals bij hardlopen. Maar dan valt het wel te doen. Ja. Het is zo stil hier. Ik heb geen bankje gezien, dus ja, het boek blijft maar in de tas zitten. Dit is natuur zoals natuur hoort te zijn, pure wildernis. Absoluut. Het is hier ook zo stil. Er komt ook heel weinig verkeer, hè? Ik weet niet hoe hard je hier mag rijden, dat lijkt me niet harder dan een kilometer of 30, 40. Vrijdagmiddag, dat is het, 7 augustus 2020. Mijn eerste indrukken van de, zeg maar, de westkant van het Robbenhoedbos
aan de westelijke zijde van de A7. Ja. Ja. Schijnt er ook een kampeerterrein Het Bos Roept te staan en ook kampeerterrein de natuurcamping. Ik heb het niet gezien. Ja, het is toch wat, hè? Mijn camera is ermee gestopt. Waarschijnlijk omdat er te weinig geheugen op zat. Ik heb het toch niet goed uitgekiend. Maar we hebben natuurlijk nog de telefoon, hè? En er zit nog voldoende batterijkracht en schijfruimte op om toch nog even de vlog af te maken. Precies. Ja, moet ik wel recht houden. Ik hou hem nu een beetje. Oh. Oh. Zo, zo is het goed. Hé, hé. Ik kom er wel. Ja. Ik hoor wel het geluid van kinderen. Dus hier zie je inderdaad een natuurcamping. Wat is de natuurcamping? Dan moet ik denk ik nog een stukje verder lopen. Denk ik, want ik dacht dat ik er hier al was. Maar dat kijk ik als je het niet weet, hè. Kijk, hier zwemmen ze gewoon. Want dit is niet de weg waar mijn auto staat. Die staat dus een stuk verder. Denk ik. Nee, die staat daar niet. Dus die staat voorbij de natuurcamping. Ik moet op een gegeven moment ga ik een brug over, zal ik je wel vertellen. Dat is dan denk ik daar. En dan moeten we zeker daar linksaf, dus niet hier, want dan kom je op de camping terecht.
Tijd 31 minuten 51 seconden. Afstand 2 kilometers. Gemiddeld tempo 15 minuten 55 seconden per kilometer. Huidige snelheid 4,63 kilometer per uur. 4,6 kilometer per uur. Dan moet ik daar naar links toe. Heb ik me daarin vergist? Dan zijn we er bijna. Toch, wat is dat? Bijna 40 minuten gelopen, denk ik. Ik denk al 45 minuten, wat ik al voorspeld had. En hier is allemaal water. Bootjes of zo, sloepen. Daar komt een auto aan. Geluid te horen. Ik dacht dat het een Duitse vo was. Nou, het is wel een oude Citroën. Kijk. Echt een oude Citroën gewoon. Uit mijn geboortejaar, denk ik. Ik denk zo'n 50 jaar oud, hoor. Zeker wel. Ja, die kan nog wel precies op die kleine landweggetjes rijden. Tegenwoordig zijn die auto's zo breed. Nou, hier is zo'n oude oldtimer nog mag tegenkomen. En dat geluid hoorde, dacht ik, het is een Deuce Vau. Ik zat er niet ver naast, inderdaad. Ja. Nou. En moest ik nou rechts af of linksaf beginnen? Echt te twijfelen. Ik denk linksaf, hoor. Ik denk linksaf. Ja, want ik moet hier de brug over daar linksaf. Toch wel. Zit ik toch goed, denk ik. En dan komen we de auto tegen. Ik begin een beetje te zweten. Dat wil je met dit warme weer. Hé? Zoals Jozef Kwart altijd zei. Niet normaal. Dat is niet normaal, man. Niet normaal. Vreselijke pet. Mooie tijden waren dat. Hè? Jozef Kwarda. Komt niks anders. Zal maar even deze kant op gaan. Nou. Even kijken hoor. Goed oppassen. Kijk, hier, deze brug kwam ik over. En dan staat het daar ergens. Verderop staat hij. Je kan hem nu nog niet zien. Dan voorbij die bocht is het dan. Want daar kwam ik vandaan. Ja. Precies. Ja. Ja. Want daar voorbij die bocht heb je. Ja, zit je nog niet bij de brug. Dan zit je. De Friese weg. Dan moet je nog een bruggetje over en dan een kruispunt. Dan zit je er bijna. Zitten we er bijna. Het duurt er nog eventjes, dit misschien 5 minuten of zo.
Ja, je bent lopend, hè? Dus het duurt het wat langer. En dan gaan we weer de auto in. Dan moet ik nog even tanken. Benzine tanken en aardgas. En dan ga ik huiswaarts. Ja. Nou, de bocht zal ik hem wel zien. Ja. Nou, dit is het weidse uitzicht hier. En daar heb je nog het gedeelte van het Roppenoordbos. Waar ik altijd loop. En hier is Deine Hero, dus het is een stuk korter. Allemaal landerijen, akkerbouw, veeteelt, varkensboeren, pluimvee. Schapen, noem het allemaal maar op. Dat vind ik wel zo in deze regio. Ja, strak blauwe lucht. Ja. Nou. Verder ploegen. Goh. Je ziet hem nog niet staan. Ze zijn er nog niet. Ze zit voorbij. Verder voorbij die bocht. Gaan we gewoon hetzelfde weg terug. Lijkt me het makkelijkste om te meer bezoeken. Navigatie, nu is er vertrekken. Nou. Huppakee. Nou. Ik weet niet wat hier is, maar er wonen hier in ieder geval mensen. Dat is niet meer zeker is. Zo'n kriekelbak. Nou, hier reed net voorbij, dat herken ik. Hè? Precies. Een bouwgrond met een afvalcontainer. Daar ook. Nou, volop in de zon nu. Dat is even afzien. Nu is het echt mokerheid. Strak blauwe hemel. Dat is hartstikke... helder. Nou. Hoppakee. We zijn er bijna. Heb ik het idee. Straks bijna op een tak. Zo. Nou, we zullen zo wel zien. De auto. Nou, daar staat hij. Kijk. Daar hebben we hem.
Nou, wat ik al zei, het is iets langer dan 5 minuten. Dat is helemaal niet veel hoor. Nou, er komt er even een groot landbouwvoertuig aan. Zwaailichten. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken van deze vlog, dus van deze wandeling. Dus we moeten op Noordbos, de rest van de A7. Graag tot de volgende keer. Mazzels.